In deze video ga ik jullie vertellen wat de top 10 beste wapens zijn. In ieder geval de top 10 beste wapens die ik het beste vind of het fijnste vind. Als je deze video nu al super tof vindt, drop dan even die like. Abonneer op het veel gevraagd met dat belletje aan. En dan gaan we gewoon beginnen met deze video. Oh, trouwens, ik heb nog wel iets leuks. Namelijk, we hebben King's Day merchandise. Namelijk, binnenkort is Koningsdag. En als je voor 21 april deze bestelt, dan krijg je hem op tijd binnen voor Koningsdag. Dus check even shop.veelvraag.nl voor die merchandise en gebruik als supporter creditcode veelvraag in de itemshop. Laten we gewoon gaan beginnen met deze video. Laten we dan gelijk beginnen met nummer 10. Nummer 10, mijn nummer 10 wapen. Trouwens, het zou kunnen zijn dat jouw top 10 er anders uitziet. Dat is jouw mening, maar dit is mijn top 10. Nummer 10 is de Hunting Rifle. Ook gelijk het enige wapen in dit lijstje die niet een legendary variant heeft. De Hunting Rifle doet maar liefst 72 damage per seconde en één hit is dan ook 90 damage. Het is een super vet wapen en ik vind hem zo fijn, omdat je dus lekker snel in principe kan schieten. Voor een sniper kan je relatief snel schieten en je kan er best makkelijk headshots mee schieten. Dus ik vind deze heel fijn om deze mee te nemen. Hij heeft een magazine size van 1, dus je moet wel continu reloaden en de reload time is 1,8 seconden. Dat is best wel heel erg lang. Maar hij staat op nummer 10 omdat ik hem gewoon relatief fijn vind, maar er zijn nog 9 andere guns die ik fijner vind. Waaronder dus nummer 9, de Grenade Launcher. De Grenade Launcher is een heel erg fijn wapen. Vroeger was hij nog veel sterker als dat hij nu is. Maar hij staat op nummer 9 omdat hij eigenlijk, omdat je maar niet zoveel rockets mee kan nemen. Dat is eigenlijk de hele reden. Je kan in totaal uit mijn hoofd maar 12 rockets in je inventory meenemen. Plus dan de magazine size. Dus de hoeveel er in dus één magazijn kunnen. En in dit geval is dat 6. Er kunnen 6 in één magazijn. Dus in totaal kan je 18 rockets meenemen. Maar hij is zo sterk omdat je heel makkelijk druk kan zetten met deze grenade launcher. Stel je zit in een build fight. Je hebt de grenade launcher bij je. Het enige wat je hoeft te doen is die grenade launcher op die build fight te schieten. En je wint de build fight. Simple as that. En met een beetje geluk maak je er nog een kill ook mee. Omdat die 100 damage doet en gelijk ook 100 damage per seconde. Omdat de fire rate is 1 en het duurt 2,7 seconden om dus te reloaden. De structure damage is dan ook 413, dat is dus heel erg hoog. En daarom is hij dus ook zo super sterk. Gaan we door naar nummer 8. Nummer 8 is de Silent Sniper. De Silent Sniper doet 105 damage en schiet natuurlijk gewoon de grote bullet. Hij is heel erg sterk, heeft een DPS van 34,65. En de reden waarom ik hem zo graag gebruik is omdat hij silence is. Je kan er heel sneaky mensen mee schieten. In Team Rumble hebben de meeste mensen ook 100 HP. Dus dan kan je hem ook heel makkelijk one-hitten. Ook al is het een bodyshot. Dus daarom vind ik hem super nice. Hij heeft ook niet een hele lange reload time voor een sniper. 2,7 seconden valt op zich mee. Het is natuurlijk wel een stuk langer als de Hunting Rifle. Maar weer een stuk minder lang als een ander wapen wat zo meteen later in deze lijst nog terug gaat komen. Maar reload time is dus 2,7 seconden. Hij is gewoon super sterk. Hij is gewoon super nice. En is heel erg fijn als je mensen mee kan killen. Dus daarom staat hij op nummer 8. Gaan we door naar nummer 7. En nummer 7 is eentje die heel veel van jullie waarschijnlijk in jullie top 10 lijstje hebben staan. Namelijk de Boombo. Boombo is natuurlijk een wapen wat nieuw is. Hij is relatief nieuw. En hij doet dan ook 115 damage. En het wapen is gewoon super nice. Je moet er wel een goede aim voor hebben. Ik zeg niet dat ik een goede aim heb, maar ik denk dat mijn aim over het algemeen wel goed is. Maar hij staat er zo hoog omdat hij gewoon heel lekker schiet. Dus gewoon bam, je hebt iemand dood. Bam, je hebt iemand dood. Want hij doet 115 damage en zijn DPS is dan ook 115. Zijn reload time is 1,13 seconden. Dus dat is echt best wel heel erg snel. Moet ook wel, want je hebt maar één bullet of één arrow, maar één in het magazijn zitten. Dus je moet continu weer reloaden. Daarnaast kan je er ook goed druk mee zetten, omdat hij 100 damage doet op structures. Dus je kan er best wel druk mee zetten. Hij is gewoon heel nice. En hij schiet ook wel grappig shotgun ammo. Dus die ammo kom je ook relatief makkelijk aan. Dus Boombo staat daarom op nummer 7. Gaan we door naar nummer 6. En nummer 6 is de Silenced AR. Ik denk dat veel van jullie hadden verwacht dat ik hem hoger had staan, want ik gebruik hem echt heel veel tijdens gameplays. Kijk even naar rechts, omdat ik daar even wat aan doen was trouwens. Maar de Silenced Assault Rifle is een heel sterk wapen. Hij doet namelijk 181 damage per seconde. Dus als je alles hit, al je shots hit op het hoofd,
Dan doe je 181 damage. Volgens mij zit het zo. Ja, 181 damage op het hoofd. Hij doet per hit 33 damage. En er kunnen maar liefst 30 kogels in een magazijn. Maar de reden waarom hij zo hoog staat, is omdat hij silence is. Simple as that. Maar de reden ook waarom hij niet helemaal bovenaan staat, is omdat zijn bloom, dus als je schiet, laat maar zeggen, naarmate je langer schiet, worden je shots steeds minder accuraat. En dat is de reden waarom die niet op nummer 2 of op nummer 1 misschien wel had gestaan. Maar over het algemeen, zijn damage is goed. Zijn damage per seconde is goed. Zijn reload time is 2,1 seconde. Dus dat is ook goed. Het is over het algemeen gewoon een heel sterk wapen. En daarom staat hij op nummer 6. Gaan we door naar nummer 5. Nummer 5 is namelijk de Rocket Launcher. De Rocket Launcher, natuurlijk een supersterk wapen. Doet heel veel damage, namelijk 121 damage op iemand. Daarnaast is het DPS heel erg goed. Beter dan volgens mij de Grenade Launcher. Moet ik even dubbelchecken. De Grenade... Ja, oh nee, is niet waar. Is niet beter dan de Grenade Launcher. Maar de reden waarom dat hij dus zo hoog staat, is omdat je hem gewoon heel goed kan gebruiken in fights. Als je in een fight zit, bijvoorbeeld een Team Rumble, dan kan je gewoon letterlijk deze op hem schieten en hij is bijna altijd in één keer dood. Daarnaast is hij gewoon heel goed ook tegen build fights. Je kan mensen direct targeten en hij is bij impact, explodeert hij meteen. En dat doet bijvoorbeeld de Grenade Launcher niet. Dat is echt, je schiet een grenade en je moet dan eventjes wachten voordat de grenade afgaat. Dus dat is de reden dat die Rocket Launcher heel erg goed is voor directe fights, voor snelle fights. En daarom staat hij ook zo hoog, gewoon puur omdat hij gewoon heel sterk is. Hij is ook een tijdje geleden nerfed. Vroeger kon hij namelijk ook nog in chesten vinden, maar tegenwoordig kan je niet meer in chesten vinden. Tegenwoordig kan je hem volgens mij alleen nog maar vinden in treasure map chests. Dus zijn die chests waarbij je eerst een kaart nodig hebt en moet je die chest opgraven. Of in supply drops. Gaan we door naar de volgende en dat is de nummer 4. En nummer 4 is de pump. Maar dan hebben we het over de pump shotgun. Dan hebben we het over de epic / legendary variant van deze pump shotgun. Want deze doet gewoon heel veel damage en is gewoon super, super sterk. Hij doet ook een DPS van 77, wat relatief hoog is. En de damage, als je al je kogels raakt, dan doe je 110 damage. En dat is best wel heel erg veel. Dan heb je nog niet eens over headshot damage. Want als je headshot damage hebt met deze gun, poeh, dan zit je echt heel erg lekker. Hij heeft een fire rate van 0,7. Magazine size van 5. Dus je hebt totaal 5 kogels. Of shells moet je eigenlijk zeggen. In je chamber zitten. En hij heeft een reload time van 4,2 seconden. Wat best wel heel erg lang is. Maar de pump shotgun staat zo hoog. Omdat je hem eigenlijk kan combineren met heel veel andere wapens. Zoals bijvoorbeeld een silenced assault rifle. Of een silenced assault rifle. Ja, bijvoorbeeld ook een silenced assault rifle. Of een silenced SMG. Of een flintlock pistol. Of je kan hem overal mee combineren. Een pump shotgun is eigenlijk de basis van die wapens die je mee hebt. Je moet eigenlijk altijd een shotgun mee hebben, want dingen zijn gewoon heel erg sterk. Gaan we door naar nummer 3. En deze hadden jullie verwacht. Dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat jullie hadden verwacht dat deze erin zou staan. Namelijk de SCAR. Oftewel de Assault Rifle, maar dan alleen de Epic en Legendary variant. Want heel veel mensen noemen het gewoon een SCAR, maar eigenlijk is het geen SCAR. Het is een Assault Rifle. Gewoon een Assault Rifle, maar dan met een die er anders uitziet. Maar ik heb het dus voornamelijk over dus de SCAR variant, de Epic / Legendary variant. Want deze doet 198 damage per seconde, wat ontiegelijk hoog is. Daarnaast doet hij 36 damage per hit. Dus in theorie kan je iemand in 3 bodyshots down hebben als hij 100 HP heeft. Dat is super snel. Hij heeft een fire rate van 5,5, dus dat is ook relatief snel. Magazine size van 30, dus je kan 30 kogels meenemen. En de reload time is 2,1 seconden. En dat is best wel heel erg snel. Structure damage is ook 36, dus ook voor structures snel. Dit is een wapen die eigenlijk op alle aspecten gewoon fijn is. En je neemt hem eigenlijk altijd mee. Al helemaal nu de Burst Assault Rifle er natuurlijk uit is al een tijdje. Dat is ook een reden waarom je deze mee moet nemen. Het is gewoon een wapen die op close range sterker zijn. En kan op long range sterk zijn, maar ook op medium range is hij heel erg sterk. Dus een wapen die je sowieso mee moet nemen. Gaan we door naar nummer 2. En ik denk is dat sommige van jullie, als ik de nummer 2 vertel, ook al weten wat de nummer 1 gaat worden. Sommige van jullie zullen het niet weten, maar ik begin gewoon bij nummer 2. Nummer 2 is de Heavy Sniper Rifle. De Heavy Sniper Rifle, super sterk wapen. Eigenlijk een beetje te overpowered en daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar de Heavy Sniper Rifle heeft een DPS van 51. Lijkt mee te vallen, maar het is eigenlijk best wel veel. De reden waarom die DPS niet zo hoog is, is omdat de reload time maar liefst 4 seconden is. Dat is op zich ook wel logisch. Daarnaast doet hij dus, dit is de reden waarom hij zo sterk is, 157 damage op een body hit. Dus eigenlijk altijd als je iemand hit met deze Heavy Sniper Rifle, heb je bijna altijd een
kill. Tenzij je in solo speelt of zo en iemand daar is bijna iedereen of 200 HP of in ieder geval heel, heel hoog HP. Hij is eigenlijk bijna altijd one hit. En als je iemand op het hoofd hit, dan is hij sowieso dood. Maakt niet uit hoeveel HP je hebt. Je bent sowieso dood als je met een heavy sniper rifle op je hoofd wordt beschoten. Daarnaast doet hij, en dat is ook de reden waarom hij zo hoog staat, doet hij 1100 structure damage. Dus eigenlijk alle structures van grote bomen tot aan een ijzeren wall. Hij schiet er in één keer. Hij schiet hem in één keer kapot. Hij schiet hem in één keer naar beneden. En dat is heel erg sterk. En misschien ook wel een beetje te sterk. Dus dat is de reden waarom hij op nummer 2 staat. Maar we gaan het nu hebben over nummer 1. Mijn nummer 1 is de Compact SMG. De Compact SMG is zo'n sterk wapen. En hij staat voor mij dus op nummer 1 om meerdere redenen. En ik ga jullie uitleggen waarom. De Compact SMG heeft een DPS van, hou je vast, 210. Dus als je al je kogels raakt met de Compact SMG, dan heb je iemand dood. Binnen een seconde. In minder dan een seconde heb je iemand gewoon dood met de Compact SMG. Dat is een van de redenen waarom hij op nummer 1 staat. Daarnaast doet hij 21 damage per hit. Je kan maar liefst 40 kogels meenemen. Dus stel je voor, je hebt een compleet magazijn. Die schiet je op iemand los. Je kan dus 40 kogels die 21 damage op body doen. Dan doe je dus in totaal, hou je vast, 800 damage. Dus als je een compleet magazijn op iemand raakt. Dus 800 damage. Je kan met één magazijn, kan je 4 mensen killen. Hoe erg is dat? Als je gewoon 4 mensen hebt met 200 damage, kan je met één magazijn die mensen killen. Holy shit. Maar dat is dus de reden waarom hij zo hoog staat. Hij heeft een reload time van 2,9 seconden. Wat ook heel snel is eigenlijk. Daarnaast is hij heel goed om dus te pushen. Om dus als iemand een build fight doet. Om daar dus mee builds kapot te maken. Hij doet namelijk 21 damage op een building. Dus dit wapen is zo sterk, jongens. Hij gaat perfect samen met de pump shotgun en gaat perfect samen met een assault rifle, met een sniper. Ook de Compact SMG is eigenlijk wapen wat je altijd mee wil nemen. En dit wapen, ik hou ervan. Het is, ik denk ook oprecht het sterkste wapen. Hij is sterker dan sniper rifle. Ik denk ook dat deze genurfd moet gaan worden in de theorie. Want als je een Compact SMG tegen iemand hebt, dan is hij gewoon, dan ben je gewoon dood. Als je op close range met een Compact SMG tegen iemand moet en je hebt zelf geen Compact SMG, dan ben je 9 van de 10 keer gewoon dood. Dames en heren, dit was het einde van mijn top 10 beste wapens. Vond je deze top 10 nou super tof? Drop dan even een like. Abonneer op het filmpje, vraag met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!